Helemaal en welkom bij een nieuw filmpje. Vandaag gaan we het hebben over basispenselen voor een hele make-up. En met één borstel kom je niet toe, met twee borstels kom je niet toe. Ik heb het geminimaliseerd naar 10. Dit zijn deze. Ik heb ze opgesplitst in twee categorieën. 3 voor je gezicht en dan heb ik er 7 voor je ogen. Uiteraard, dat hoeft niet, maar deze die ik jullie laat zien, laten het wel allemaal een beetje makkelijker gaan. En ik ga beginnen met de penselen voor het gezicht. En als eerste is dat een foundation kwast. De mijne is rond, je hebt dat ook in platte formaten. Het is lekker of dat je zelf wil. Een foundation kwast hoeft zeker niet. Je kan ook gerust je foundation met je vingers aanbrengen, met een sponsje. Lekker of dat je wil. Een sponsje dien je wel eerst nat te maken en dan pas met je foundation aanbrengen. En met een kwast doe je het eigenlijk gewoon direct. Ik doe altijd 1 pompje foundation op de achterkant van mijn hand en dan ga ik over mijn gezicht. Ik moet jullie dat waarschijnlijk niet meer vertellen, maar ik breng niks aan op mijn voorhoofd, niks op mijn kin. Ik doe eigenlijk enkel het middelste van mijn gezicht, omdat ik daar de meeste roodheden heb. En ik hou ook niet meer zo van dat hele cakey face. Dus zo'n kwast, waar dat de haren heel dicht op elkaar staan, dat is wel belangrijk, is een hele goede foundation kwast. Deze is van Real Techniques, kan je kopen in het kruidvat, maar je vindt daar ook goedkopere varianten van op AliExpress. Maar ik weet niet of dat nu zo'n goed idee is om op AliExpress te bestellen. Een tweede kwast voor het gezicht is een bronzer kwast en dat is zoiets. Lijkt eigenlijk een beetje op elkaar, maar als je ze naast elkaar houdt, dan zie je dat ze toch een groot verschil hebben. Deze haren zijn langer en staan veel breder uit elkaar van boven. En dat is eigenlijk eerder om een poeder aan te brengen. En daarmee breng je je bruin poeder aan. Lekker of dat je zegt, of dat je... De meesten zeggen je bruin poeder, maar dat is dus eigenlijk je bronzer. Dat dip je dus in je poeder en je brengt dat aan op... Je moet zo'n beetje een 3 in je achterhoofd houden. Voorhoofd, jeukbeenderen naar je kin toe. En altijd nog een beetje op je neus. En dan ga je als laatste over heel je gezicht. Je kan, voor degenen die een vette huid hebben, kan je daar nog een andere penseel aan toevoegen. En dat is eentje die daar heel goed op lijkt. Maar dan eerder voor een mat, licht, doorschijnend poeder te gebruiken. Dat is mensen die een vette huid hebben, haar op blinken en die poederen best nog af. Mensen met een droge huid hebben dat niet nodig. Ik doe dat zelf ook nooit, omdat mijn huid dan nog veel droger lijkt. Dus je kan er dit tussen steken, oftewel direct met je bronzerkwast gaan. Het laatste gelaatspenseel die ik jullie wil laten zien is een blushkwast. Ook deze is weer van Real Techniques. Deze is een slanted brush. Like of dat je kan zien, dat gaat van kort naar lang en is schuin afgesneden. Ik vind dat vooral heel handig om zo je jukbeen te vinden. En dan breng ik zo mijn blush aan. Dus dat zijn eigenlijk 3 hele belangrijke kwasten voor je gelaat. En dan gaan we op naar de ogen. Daarvan heb ik er 7. Het is ook heel belangrijk dat je bij elke stap van je make-up een ander penseel neemt. Want als je bijvoorbeeld in een groene oogschaduw gaat en je wil daarachter in een rood gaan, dat gaat niet. Dan ga je die kleuren al direct mengen. Vandaar dat het eigenlijk wel beter is om verschillende penselen te hebben. Het belangrijkste penseel volgens mij is deze. Dat is een kleine, platte kwast. Kijk, ik ga hem een keer draaien. Zo is die plat, zo is die verticaal. De haartjes staan heel dicht op elkaar. En dat is super makkelijk om eigenlijk de oogschaduw op je bewegend ooglid aan te brengen. Ik heb dat hier nu gedaan met dat glanzend roze. Ik heb dat aangebracht over heel mijn ooglid. Heel belangrijk is ook altijd dat je je oogschaduw uitblendt. Dus als je je oogschaduw aanbrengt, heb je hier meestal zo een rand. Daarvoor gebruik je zo'n kwast. Dat is iets als dit. En als ik die naast elkaar hou, dan zie je zeker het verschil. Dat is zoiets. Deze haren zijn langer, iets meer fluffier. En je kan daarmee blenden. Blenden wil zeggen dat je in je arcadeboog, dus je boog, waar dat je oog... Eigenlijk echt hier in je oogbol, achter je oogbol, ik weet niet of ik het juist moet uitleggen, kan je daar een neutraal kleur aanbrengen. Neutraal hoeft niet, maar omdat de meesten niet gewoon zijn van kleur te gebruiken,
zeg ik nu neutraal. Ik heb dat gebruikt in een mat roze om dat hier eigenlijk uit te blenden. En dan kan je hier zien dat ik die kwast gebruikt heb om dat hier zo een beetje uit te blenden. Heel belangrijk. Wat er ook een belangrijk penseel is, is zo een. Dat is eigenlijk een grote platte oogschaduwkwast. Beetje hetzelfde principe als het eerste penseel die ik jullie liet zien, al is deze een stuk groter. Dat is misschien ideaal voor mensen die een groter oppervlak hebben, maar ook met dit penseel kan je een mat poeder aanbrengen. Dat is wat dat de meesten ook doen. Ik doe dat zelf niet, maar je kan ook een mat poeder hier onder je wenkbrauwen aanbrengen of over heel je ooglid en dan kan je dat heel makkelijk met dit doen. Dus dat waren al drie hele belangrijke penselen die ik jullie liet zien. Wat er volgens mij nog heel belangrijk is, is ook weer zo'n fluffy kwast, maar ietsje dunner en ietsje minder dik dan deze waarmee dat je gaat blenden. En dat gebruik ik om, je kan dat zien, ik heb hier ook nog het donkerpaars een beetje uitgeblend naar binnen toe. Dat gaat makkelijker met zo'n kwast. Dat hoeft niet, maar je kan gerust ook deze gebruiken. Maar ik vind het fijn om er ook nog eentje te hebben voor donkere kleuren die iets lichter is om de kleur nog meer geconcentreerd aan te brengen. Meestal zet ik mijn buitenste ooghoek aan met een iets donkerdere kleur, omdat ik dat het mooiste vind bij mezelf. Dat hoeft niet. Als je met twee kleuren werkt, kan je dat doen. Je kan licht van binnen doen en van buiten donker. En dan gebruik ik zoiets. Dat is een ronde kwast, of met ronde haren zijn rond opgesteld. Als je dat vergelijkt met dit, is dat een groot verschil. Zoals je kan zien. En dit gebruik ik graag in de buitenste ooghoek. Dus ik neem meestal een donkere kleur. Zet die kwast hier op het buitenste van je oog eigenlijk. En dan blend ik naar beneden toe. Een beetje naar het midden hier. En dan een heel klein beetje in het hoekje. Deze pakt direct heel veel kleur op. Dus daarmee moet je wel een beetje opletten. Maar je kan het uiteraard vervagen met die twee vorige kwasten die ik jullie liet zien. Dat is dus dit. En wat ik ook heel belangrijk vind, is een fijn kwastje met korte, platte haren om oogschaduw op je onderste wenkbrauwrand aan te brengen, zoals dat ik hier gedaan heb. Ik heb eerst een licht kleur aangebracht en dan om te zorgen dat dat een geheel is, ook weer dat donkerste op mijn buitenste ooghoek. Ik vind dat heel makkelijk, omdat je daar dicht mee tegen je wenkbrauwrand kan gaan en het neemt direct superveel kleur op. Dus dit. En dan het allerlaatste is een mini rond borsteltje. Dat is dit. En daarmee breng ik graag een hele lichte kleur aan in mijn binnenste ooghoek. Omdat dat je ogen groter laat lijken. En ik vind het ook heel makkelijk om dit te gebruiken eigenlijk. Dus eigenlijk met 10 kwasten heb je genoeg. Voor sommigen gaat dat super veel klinken. Voor sommigen, ik heb er uiteraard een stuk meer, want ik wissel graag af en gebruik ook telkens iets nieuws bij nieuwe kleuren. Maar dit zijn voor mij de belangrijkste penselen die iedereen zou moeten hebben om een mooie ooglook te krijgen. Uiteraard wil je dat enkel doen met een gewone, simpele, platte. Dat mag je. Je mag dat doen, maar het gaat gewoon iets moeilijker zijn om te blenden enzovoort. Die penselen gebruik ik altijd. Als ik wegga, heb ik deze mee. Dat zijn eigenlijk mijn basiskwasten. 10 basiskwasten uiteindelijk. Het is ook, zoals ik al zei, belangrijk dat je telkens voor een nieuw product een nieuwe borstel neemt. Omdat je dan, anders ga je beginnen mengen met kleuren en zo. En dat is niet altijd de bedoeling. Soms misschien wel, maar meestal niet. En ik krijg soms de vraag van welke penselen zijn er heel goed. Goh, ik heb ze wel goedkope, ik heb dure en ik wissel graag af. Het is maar wat er voor jou het fijnste is. Ik kan wel de penselen van Real Techniques aanraden. Ook deze van MAC, maar die zijn natuurlijk een stuk duurder. Criolan heeft ook hele goede penselen. En bijvoorbeeld als je naar de ProDuo gaat of een kapperswinkel, ook die hebben professionele penselen. Dat hoeft niet. Ik ben ook begonnen met penselen uit de
de kruidvatten en zo. Het is maar wat dat jij ja, fijn vindt werken uiteindelijk. En nog heel belangrijk is dat je, als je dagelijks make-up gebruikt, dat je je penselen heel regelmatig wast. Ik doe dat 1 keer per week, meestal op zaterdag of zondag. Meestal op zaterdag, zodat ze de maandag dan zeker helemaal droog zijn, want dat is ook wel belangrijk. Je zet ze niet zo om te drogen, want dan loopt je water in je huls, komt die lijm los en kan je er de haartjes uit doen. Dus je legt ze gewoon plat op een handdoek. Ik leg dat op mijn vensterbank en de rest doet zijn werk. Je kan ze gewoon reinigen met water en ik doe dat met Treft. Ik laat de kraan lopen, ik doe daar mijn borstel onder, ik doe Dreft in mijn hand en dan wrijf ik. En je gaat verschieten van hoeveel vuil dat er daar uiteindelijk uitkomt. Zeker van je foundationkwast en eigenlijk ook wel van je oogschaduwkwasten. Er bestaan ook producten dat je kan gebruiken zo om je kwasten tussenin heel snel te reinigen. Ik doe dat niet. Er zit daar heel veel alcohol in en ik doe het gewoon liever 1 keer per week. Dus dit was het. Misschien, allez, ik hoop dat ik jullie hierbij een beetje meer op weg kon helpen om een mooie make-up look te krijgen. In een volgend filmpje ga ik misschien wel nog een keer tonen van welke, bijvoorbeeld, ik heb last van overhangende oogleden. Nog niet zo erg, maar ik denk wel dat met ouder worden dat het erger gaat worden. Ik heb van die hooded eyes, like of dat ze zeggen. Dat wil zeggen dat je mijn onderste ooglid veel minder ziet, doordat dat verstopt zit eigenlijk achter dat bovenste. Maar door de make-up op de juiste manier aan te brengen, lijkt dat helemaal anders. Dus misschien dat kan ik ook nog een keer doen. Of als jullie misschien willen weten van welke kleuren bij welke ogen, dan wil ik daar gerust ook wel een keer een filmpje over maken. Dan moet je dat gewoon maar laten weten in de comments, wat dat je graag een keer zou zien. En dan hoop ik dat ik jullie met dit filmpje geholpen heb. En graag liken, abonneren, meldingen inschakelen. En dan zie ik jullie volgende week terug. Bedankt om te kijken. Doei!